Goeiedag. Ja, het is weer woensdag. We gaan weer wat verder vooruitkijken de komende 10 dagen. Hoe ziet het weerbeeld eruit? Momenteel een vrij rustige weersituatie in Nederland. Het is overwegend droog weer. Wel veel wolkenvelden, zoals hier op deze foto mooi is te zien. Maar in Zeeland hadden we vandaag toch ook echt nog wel wat opklaringen. Hier zien we dat er kon in de zon gewandeld worden. En op de satellietfoto is dat nog wel wat beter te zien, dat we vanuit het zuidwesten wat opklaringen zagen komen. Maar er komen ook wel weer dikkere wolkenvelden aan. En die gaan vannacht passeren. En dat betekent dat we ook met regen te maken gaan krijgen. Laten we de weerkaarten maar eens eventjes bij gaan pakken. We kijken dan vanaf donderdagnacht, de komende nacht. En dan zien we die neerslagband precies over Nederland liggen. Maar die neerslagband die trekt naar het oosten weg. En de komende tijd houden we toch wel overwegend een west- tot zuidwestelijke stroming. En dat betekent dat de aangevoerde lucht ook steeds vrij zacht is. Het hoge drukgebied dat ligt zo'n beetje ten zuiden van het land. En wij hebben hier heel duidelijk die westelijke stroming. Ook in het weekeinde zal dat zo zijn. En dat betekent dat het weerbeeld met deze westelijke stroming toch vrij zacht zal zijn, maar vaak toch ook wel bewolkt. En dat niet alleen, er kan zo af en toe ook wat lichte neerslag gaan vallen. Maar de komende dagen blijft het voorlopig nog wel overwegend droog, omdat dat hoge drukgebied in de buurt blijft. Volgende week wordt dat echt wel weer anders. Dan krijgen we echt wel weer een meer dynamisch weerbeeld. En we zien ook, en dat is wel aardig om even aan te geven, dat er als het ware weer een front over ons land komt te liggen. Waar het precies gaat zijn, is nu nog niet te zeggen. Dat kan ook best nog wat zuidelijker zijn of wat noordelijker. Het is weer die scheiding tussen die koude lucht in het noorden en die warme lucht in het zuiden. Ja, die band die blijft eigenlijk de komende dagen aanwezig. En dat betekent dat de neerslagkans voor volgende week best wel vrij groot is. Dit kan echt heel veel millimeters water gaan opleveren als dit uit gaat komen. Maar nogmaals, het is de vraag hoe ver die band met dikke bewolking en neerslag over Nederland komt te liggen. Komt die bijvoorbeeld wat meer ten noorden van ons, dan merken we daar niet zoveel van. Zitten we in de zachte lucht. Maar er zijn af en toe ook wel modelruns die hem wat zuidelijker leggen. En dan zitten we juist in de wat koudere lucht. In ieder geval is het volgende week duidelijk wisselvallig. Ik zou het bijna herfstachtig willen noemen. Met die temperaturen die ook wat hoger zijn. En soms kan het ook echt wel stevig gaan waaien. Wisselvallig weer dus volgende week. Laten we even gaan kijken wat er de komende 24 tot 48 uur gaat gebeuren. Ik gaf al aan, er komt vannacht een storingtje over. Kunnen we hier mooi zien, maar dat gaat allemaal vrij rap. En morgenochtend is dat allemaal alweer verdwenen. En hebben we te maken met mooie opklaringen. Het ziet er morgen best heel aardig uit met zonnige perioden. Vannacht dus wel die regen. En het is ook vrij zacht. De temperatuur blijft ruim boven nul de komende tijd. We hebben het als volgt in de kaart gezet. Voor komende nacht dus temperaturen tussen de 3 en de 6 graden. En even die band met bewolking en regen die van noordwest naar zuidoost overtrekt. Daarbij waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En dan morgen overdag, ik gaf al aan, dat is best een aardige dag. Dan zijn er mooie zonnige perioden. In de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden, maar al met al toch wel droog weer. Heel misschien dat het in de vroege ochtend nog een beetje regent in Limburg. En de temperatuur morgen in de middag zo'n 8 of 9 graden. En dat is goed vergelijkbaar met de temperatuur die we vandaag hadden. De wind die draait naar het westen tot noordwesten morgen, maar gaat later toch wel weer de zuidwesthoek opzoeken over het algemeen. Al met al is het een vrij westelijke stroming. U kon het mooi zien ook in die weerkaarten. Nou, de temperatuur die is ook niet echt spectaculair. Het is de komende dagen zo rond de 10 graden overdag. En in de nachten is het niet heel veel kouder, tussen de 7 en 9 graden. Vrijdag nog wel wat ruimte voor de zon, maar dan toch wel weer vaak meer wolken. En kan er ook af en toe een spatje regen vallen. Ik verwacht in het weekend overigens geen grote hoeveelheden regen. Als er dan wat regen valt, dan is het een beetje miseren. Gaan we nog even naar de pluimen kijken voor de temperatuur. Nou, dan zien we heel duidelijk dat die komende dagen die temperatuur erg hoog blijft. Die blijft zo rond de 10 graden, zagen we ook net in de middagse. Maar dan, ja, dan komt er dus onzekerheid in. En dat heeft alles te maken met die bandbewolking met neerslag en die scheiding tussen de koude en zachtere lucht. En dan zie je dat ook in zo'n pluim terug. Dan komt er veel onzekerheid. Komen we in wat koudere lucht of blijft het toch nog wel eventjes doorkabbelen zo onder die, of net rond die 10 graden.
Daar is die onzekerheid de komende periode in ieder geval vrij veel zekerheid. Wat betekent dat voor de neerslag? Nou, ik gaf al aan, het wordt wat wisselvalliger. We zien voor donderdag ook veel regen, maar dat is dus voor de nacht, hè, voor komende nacht overdag, dan blijft het wel droog. In het weekend kan het wat gaan miseren en volgende week ziet het er ook allemaal wisselvallig uit. Echt winterweer zit er in deze kaarten voorlopig niet in. Maar ik sluit helemaal niet uit dat het toch nog wel wat winters gaat worden later in februari. In onze 30-daagse hebben we daar al vaak genoeg over verteld. Voor nu nog een hele fijne dag.